Ik heb in mijn leven heel vaak problemen eigenlijk op een verkeerde manier uh, aangepakt, opgelost of uh, op een verkeerde manier energie uh, aan besteed. En in de podcast van vandaag heb ik het eigenlijk over een uh, veel betere, veel efficiëntere manier om problemen te gaan analyseren en eigenlijk heel snel de kern van het probleem te vinden en daardoor ook beter en efficiënter te kunnen gaan oplossen. Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 46 van de Business Diet Podcast. Vandaag gaan we het hebben over, of ga ik het hebben over problemen althans, nee, over hoe dat je problemen kunt oplossen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb. Uh, dat ligt ook in mijn natuur. Als er een probleem is, dan kom ik in, uh, heel snel in een soort probleemoplossende modus. Dan wil ik ook direct uh, ja, of zo snel mogelijk, nogal impulsief soms, uh, naar een oplossing gaan. En ik heb eigenlijk geleerd, met schade en schande, dat dat vaak niet de beste manier is. En uh, ik heb een aantal technieken meegekregen waarvan ik er uh, eentje ja, een, een belangrijke wil delen met jou. Om uh, ja, jou ook te helpen in de toekomst uh, bij allerlei soorten problemen. Um, om die techniek toe te passen en zo eigenlijk sneller tot de kern van het probleem te komen. En dus ook uh, ja, je energie naar de probleemoplossing beter te kunnen gebruiken. Lange uitleg om eigenlijk te zeggen. We gaan eens kijken hoe dat je problemen op een andere manier kunt bekijken en oplossen. Daar gaat het eigenlijk over. Lange intro dus. Maar ik moet eerst een paar verhaaltjes vertellen. Ik dacht, ja, het is leuk, hè? Een podcast, een paar verhaaltjes, dat is altijd plezant. Um, het eerste verhaal is het verhaal van vijf apen. Ik heb dat al eens verteld op mijn Instagram-post, of uh, ja, is ik dat goed? In een Instagram-post heb ik dat al eens verteld. Uh, en dat, dat is een studie, er is trouwens uh, al een beetje polemiek rond, is dat ooit wel echt gebeurd of niet, dat doet er niet toe. Ik kan ervan uit dat het echt gebeurd is, het maakt al niet uit, want het, het verhaal op zich is wel, uh, is wel heel leerrijk en uh, ja, opent eigenlijk ook wel een beetje de ogen. Als het waar is, dan zou het gebeurd zijn uh, in 1966 aan de universiteit van Wisconsin. Ja, um, wat is daar gebeurd? Een bepaalde professor die een experiment deed, die had vijf aapjes, rezusaapjes denk ik, uh, in een kooi gezet. En in het midden van de kooi had hij een ladder geplaatst, zo, ja, een ladder, uh, een dubbele ladder, hè, dus je langs twee kanten zou kunnen opkruipen. En die dus een driehoek vormt, uh, als die er staat. En die had bovenaan die, uh, die ladder, had hij middels een touw langs de buitenkant, had hij daar op een bepaald moment, uh, terwijl die apen al in de kooi zaten, had hij een tros, heel appetijtelijk uitziende bananen, op de bovenste trede van die ladder, of twee ladders eigenlijk, uh, gelegd. En uh, natuurlijk, ja, die apen die zien dat touw naar beneden komen, die zien die bananen, die zien die bananen op die ladder van boven landen en die hebben zoiets van, oké, okay, ja, dit wordt feest, dit is lekker. En een van de apen, diegene die de, ja, de ik zal maar zeggen, de handje de voorste is, die de stoutste schoenen aantrekt, die kruipt natuurlijk direct op die ladder en terwijl hij op die ladder kruipt en die zijn handje uitsteekt naar die uh, bananen, Komt er ineens een ijskoude douche water, een waterstraal om u tegen te zeggen, maar dan ook ijs en ijskoud water, dat die andere vier apen, die daar nog aan het kijken zijn en die zoiets hebben van, ah, ons vriendje is die bananen aan het halen, dat die vier apen klitsnet maakt, maar niet alleen klitsnat, ook ijskoud. En als er nu één ding is waar die apjes niet tegen kunnen, dan is het wel dat. Dus, uh, ja, die een, die een uh, aap, die uh, vijfde aap die op de ladder zit, die komt naar beneden, die wordt al heel vies bekeken door die vier andere uh, apen, die er heel beteuterd bij zitten. Enfin, dus, uh, ja, er gaan een paar dagen voorbij en op een bepaald moment uh, is het weer zover. En de, die bananen die trouwens ver, verwijderd waren, er komt nu weer op een bepaald moment in die kooi komt er weer een touw naar beneden, weer met een appetijtelijk uitziende tros bananen en die wordt stilaan gelegd op, Allee, heel rustig aan, wordt die gelegd bovenop die ladder. Ja, je kunt al raaien wat er gebeurt, die ene aap die wil die, die ladder opkruipen, maar die ander die hebben zoiets van, ja, deze gaat hier niet door, en die beginnen die gewoon op zijn gezicht te klappen. Uh, ik weet niet dat ze op zijn gezicht klappen, maar ze houden hem in elk geval tegen, met geweld. En die aap, hè, die dus de eerste keer die ladder op uh, was gegaan, die raakt die ladder niet meer op, die, die mag dat niet, en die, wordt daar, die krijgt daar een afranseling uh, van je welste. Die is er niet goed van. En die heeft zijn lesje wel geleerd, want die doet dat dus niet meer. Volgende dag, hè, die bananen waren weer weg, bananen worden er weer opgelegd, die kijkt zo met één oog naar die bananen, maar die kijkt met een ander oog naar die vier andere kwaaie apen, en die heeft zoiets van, dit ga ik niet meer proberen. Oké, okay. uh, het experiment gaat verder, want wat er eigenlijk gebeurt in het experiment, en dat is eigenlijk het boeiende aan een heel het verhaal, dat is dat die ene aap die je dus is afgeranseld, uh, die is er nog. Maar uh, er, worden, er wordt een andere aap vervangen. Dus een van die vier uh, ja, uh, stoute apen, hè, die dus uh, motten hebben gegeven, die wordt vervangen door een andere. En Op een bepaald moment is het uiteraard weer zover. Die, die touw die komt weer naar beneden, met een tros bananen en die nieuwe aap. We zullen die maar bij wijze van spreken een rood pitje opzetten, die dus met een rood pitchen, die je ziet dat die je denkt, oh dat is plezant. En die wordt, voordat er nog maar de eerste treden van die ladder kan opgaan, wordt die door die drie anderen direct tegengehouden, die wordt daar afgeranseld enzovoort. En wat straf is, die ene die je afgetroefd of afgeranseld was geweest in het begin, omdat hij de ladder opklom, die doet mee, die begint ook die nieuwe uh, af te ranselen. Dus uh, op zich wel een uh, heel interessant uh, gebeuren. Maar het experiment is nog niet gedaan. Want dit experiment gaat zo ver dat uiteindelijk alle apen die uh, in de originele situatie uh, erbij waren, hè, dus toen dat die ene aap die bovenste uh, ladder, of tree van de ladder uh, had bereikt en uh, aan de bananen kwam, die waren allemaal vervangen. En die zijn, er zijn dus nu nog vijf nieuwe apen, en geen een van die apen gaat die ladder op, want vanaf dat er nog maar één aanstalte maakt om die ladder op te gaan, gaan die andere vier direct die een ene aap te lijf. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is een soort generationele overdracht van, ja, van gedrag, zonder dat men eigenlijk de originele aanleiding nog kent. Dat is, dat is eigenlijk het experiment. En dus nogmaals, of dat echt gebeurd is of niet, vind ik niet zo belangrijk. Maar ik vind dat enorm boeiend, omdat heel dikwijls wij in ons dagelijks leven, zakelijk of privéleven, doen wij dingen of doen wij dingen niet. Uh, voelen wij ons gerust of voelen wij ons juist niet gerust, zonder dat we eigenlijk echt de oorzaak of de origine daarvan weten. En dat heeft ook veel te maken met hoe dat we problemen oplossen. Dus mijn eerste verhaaltje was dat verhaal van die apen, uh, dat experiment vanuit 1966 in de, aan de Universiteit van Wisconsin. Waar gebeurt of niet, waar gebeurt, doet er niet toe. Tweede verhaal. Ik ga iets langer terug in de tijd, niet zo heel erg veel, een jaar of twintig. We zijn nu in een Tweede Wereldoorlog. En dit is echt gebeurd. Enfin, daar, zijn, daar zijn we zeker van dat het echt gebeurd is. Wat gebeurt er? Op een bepaald moment gaat de legerleiding in, de, in Amerika van de luchtmacht, dus de luchtmachtleiding moet ik dan zeggen. Um, ja, je denkt misschien, waarom kom dat allemaal met Amerikaanse voorbeelden? Ja, ik heb heel lang voor een Amerikaans bedrijf gewerkt, ik heb enorm veel uh, Amerikaanse boeken en Engelstalige boeken gelezen en ja, die voorbeelden die, die mij ja, een beetje uh, gemaakt hebben wie ik ben, of de voorbeelden waar ik aan naar teruggrepen, ja, die komen natuurlijk vaak uh, uit die situatie. Nu, het um, zijn ook uh, wereldberoemde voorbeelden. En dus het voorbeeld wat ik nu ga vertellen is, uh, is een heel bekend voorbeeld. Als je het nog niet kent, of uh, als je het misschien nog niet gezien hebt op mijn Instagram, en ik heb er één uh, of twee keer over gesproken, ik heb er ook eens in een andere podcast naar verwezen, blijf dat enorm boeiend vinden. Wat is er gebeurd? Dus de luchtmacht die stelt vast dat in de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel vliegtuigen worden uh, uitgestuurd, die vertrekken dus om bombardementen te gaan doen enzovoort. En er komt een naar hun Gevoel, naar hun meting, naar hun waardering: een veel te klein percentage van die vliegtuigen die worden uitgestuurd komt terug. Dat is natuurlijk dramatisch, want dat betekent enorm veel leed: heel veel piloten en bemanningsleden die overlijden, want die vliegtuigen werden dus neergehaald. En uh, op een bepaald moment uh, had men echt zoiets van: ja, als we dit niet kunnen omkeren, als we hier niet echt iets kunnen aan doen, zegt de luchtmachtleiding, dan gaan we de oorlog ook echt verliezen. We gaan hem nooit kunnen winnen als we met die uh, schamele percentages van terugkerende vliegtuigen uh, moeten verder werken. We moeten dat echt, echt absoluut drastisch kunnen uh, aanpakken. Dat werkt niet. En wat hebben ze gedaan? Dan hebben ze daar een aantal uh, statistici bij gehaald, uh, onder leiding van een Hongaarse immigrant, uh, Abraham Walt. Allemaal niet belangrijk, maar ik geef het mee. Dan geef ik ook een beetje de indruk dat ik er heel veel van af weet. Ik weet dat allemaal niet, ik heb dat opgezocht dat dat Abraham Wald was, maar ik ken het voorbeeld wel. Anyway, dus die Abraham Wald is, uh, ja, ik zal zeggen, de voorzitter van de Statistical Research Group, die door de luchtmachtleiding werd aangesteld om te gaan onderzoeken, uh, wat moeten wij doen om dat dier te keren, om, om die, dat percentage, dat te kleine percentage van vliegtuigen die terugkeren, om dat veel, veel groter te maken, om een grotere kans te hebben om de oorlog toch te kunnen winnen. En wat stelt hij vast? Wat doet hij, die in Abraham Wald en zijn team? Die beginnen uh, zeer gedetailleerd in kaart te brengen uh, welke schade of wat de schade is die de vliegtuigen die terugkomen hebben uh, geleden. En wat hij dus eigenlijk doet is, elk vliegtuig gaan ze heel nauwkeurig meten, oh, een kogel gaat hier en een kogel gaat daar enzovoort. En ze maken een soort ja, wat ik een heatmap zou willen noemen, hè, zoals dat je dat op, uh, op een website wel eens ziet. Hè, waar de mensen het meeste klikken op een, op een website. Hè, dat zie je dan in een heatmap. Dat is dan een donkerder vlek, bij wijze van spreken, als je dat analyseert. Wel hier, wat dat zij doen is, ze hebben een, een grote tekening van een vliegtuig tegen de muur gehangen. En van alle vaststellingen, van al die verschillende vliegtuigen die ze hebben gemeten, uh, of waar dat ze de kogelgaten hebben uh, vastgesteld, gemeten, waar dat die kogelgaten zaten, hebben ze dat Geprojecteerd op dat grote vliegtuig. Dus met andere woorden, één vliegtuig, één verzameling van alle mogelijke punten waar al die andere vliegtuigen die waren teruggekomen waren beschoten. En wat stelden ze vast? Dat is dat de vliegtuigen die terugkwamen, als je daar een soort som van maakte, en dat is dus hetgeen dat er tegen de muur hing, dan zag je dat de, er op een aantal punten de meeste kogelgaten waren. Op de tipen van de vleugels. Vlak naast de romp aan de vleugels en vanachter in het staartstuk of aan het staartstuk. Dus de meeste kogelgaten typen tegen de romp en in het staartstuk. En je kon dat dus ook heel duidelijk zien: die tekening die tegen de muur hing. De luchtmachtleiding werd dan uitgenodigd. En dus Abraham Walt en zijn Statistical Research Group die tonen die, die grote tekening met die, ja, die samenvoeging van al die informatie. En die, die luchtmachtleiding die kijkt ernaar en zegt, oké, okay, dat is simpel, hè? Dat, is, uh, dat, is hier, uh, dat is hier heel erg duidelijk. We zien nu wat het probleem is en we gaan dat nu ook op die manier oplossen. En toen werd gevraagd, ja wat gaan we doen? Ah, zegt die luchtmachtleiding, wij gaan die vliegtuigen verstevigen op de type van de vleugels, aan de romp en in de staart. Een eigenlijk op het eerste zicht heel logische, ja, initiële reactie. Een beetje impulsief ook, maar goed. En die in Abraham Walt, die een wiskundige was en een heel verstandige mens, die zegt: "Ja, maar oh, stop, stop, stop. Dat is helemaal fout hè, die benadering. Want als jij de vliegtuigen gaat uh, bepanseren, uh, verstevigen op de plekken waar dat deze vliegtuigen allemaal die kogelgaten hebben, dan zit we fout bezig. En je zegt terug: "Mag je leiding, waarom zijn we dan nou fout bezig? Ha, omdat je dat baseert op de vliegtuigen die zijn teruggekomen. Met andere woorden." Die plekken waar dat die beschoten zijn, die zijn eigenlijk niet fataal. Daar mag een vliegtuig beschoten worden, want die vliegtuigen zijn ook teruggekomen. Je moet ze juist bepanseren op de plekken waar dat op onze tekening geen kogelgaten zijn. En toen ik dat las en nog eens heb herlezen enzovoort en heel vaak heb aan teruggedacht, dat blijft mij fascineren, want dat is niet uw allereerste reflex. Misschien is het wel uw allereerste reflex, maar het is in elk geval niet mijn allereerste reflex. Mijn allereerste reflex... Allee, voordat ik dat dan had gelezen, want nu zou ik er misschien wat langer over nadenken, zou zijn, zoals de luchtmachtleiding, waar het de meeste gaten zijn, daar gaan we de beste bepansering doen, daar gaan we de versteviging aan het vliegtuig maken. Maar het is eigenlijk heel logisch. Nee, je moet het juist op de andere plekken doen, want die andere plekken, dat blijken de fatale plekken te zijn. Zo hebben ze het ook gedaan trouwens in de oorlog. Ze hebben dan die vliegtuigen, of dat type vliegtuig, dat op die missies uit werd gestuurd, op die plekken waar er op die tekening geen kogelgaten waren, daar hebben ze de versteviging aangebracht. En ik ken het nummer niet, of het getal niet meer van buiten, maar. De succesrate is ongelooflijk gestegen. En dus er kwamen veel, veel, veel meer vliegtuigen terug. En uh, ja, dat heeft uiteraard bijgedragen aan, uh, ja, aan, aan, een aan heel veel succesvolle missies. En aan minder menselijk leed, minder piloten en bemanningsleden die het leven hebben moeten geven. Dus eigenlijk wat er gebeurd was, dat was dat er een, een logische denkfout werd gemaakt. En je ziet dat ook ja, regelmatig als je, als je in de omgeving kijkt. Uw, uw eerste reflex is dikwijls om te gaan bepanseren waar de kolen gaat te zijn. Maar dat is dikwijls niet de juiste reflectie. Ik kom zo dadelijk op, op, een, op een hulpmiddel of op een techniek die je kunt gebruiken om uh, ja, logischer te gaan denken. Want dit is niet echt heel onlogisch, het is gewoon niet heel erg slim. Het is niet heel erg uh, doordacht. Dat eerste voorbeeld was dus van die vijf apen in Wisconsin. Het tweede voorbeeld is het, dat staat bekend als uh, de survivorship bias. He, dus de, de, het, het, het vertekend beeld wat je krijgt door te kijken naar de overlevenden, maar uh, je kijkt daar eigenlijk naar verkeerde informatie. Je moet eigenlijk vooral kijken naar diegenen die het niet hebben gehaald. Dat is de survivorship bias. Logische denkfout, heel normaal dat je die ook zou gemaakt hebben. Derde voorbeeld is, uh, ja, dat is een beetje een, een grapje, een verhaaltje, een, een fabeltje, een legende, uh, die ik ook weer ergens uit een boek heb gehaald. Uh, in een ver verleden uh, en dat gaat over een man die uh, ja, enorm uh, ziek is geworden die in zijn ogen die stonden onder, allee, die, die, die peilden bijna uit zijn gezicht, die had altijd een heel uh, gedrongen uh, gezicht, die had altijd pijn aan, aan zijn kaak gevricht en in zijn nek, die had ook last van oorzuizen enzovoort. Enfin, iemand die echt ja, met, met heel veel problemen door het leven ging, heel veel medische problemen, heel veel klachten ook en die heeft dan ook alle mogelijke behandelingen en, en, en onderzoeken ondergaan. Ze hebben zijn wijsheidstanden getrokken, ze hebben, ze hebben hem injecties gegeven, ze hebben hem uh, bepaalde chirurgische ingrepen laten ondergaan, enzovoort, enzovoort. En dat bleef maar zo erg. En op een bepaald moment uh, ja, heeft een dokter gezegd: van, ja, ik kan u niet meer helpen. Ik zou, ik zou eigenlijk zeggen van weten wat. Uh, Stop met geen dat gedoe, stop met die job die je hebt. Want die man had een, een job als loketbediende in een, in een bank. Hè. Je moet je zo inbeeld. het is lang geleden, een ouderwetse bankloketbediende die daar zit. En die, ja, die werd maar zieker met een dag, die werd maar slechter met een dag. En ondanks al die, uh, al die chirurgische ingrepen en van alle andere fratsen dat ze deden, bleef die mens maar ziek. En een dokter had hem toen aangeraden van, uh, geef je job op, maak een wereldreis, geniet er nog van, want ik kan u niet meer helpen. En als het voortgaat zoals het nu bezig is... Dan heb je niet meer lang te leven. Dus ja, die man die, die neemt inderdaad dat besluit. Dat is natuurlijk ja, dramatisch, dat is verschrikkelijk erg. Dus wat doet hij? In die tijd ging dat ook nog zo. Die, die maakt dus een plan voor een grote wereldreis. en die ging naar zijn kleermaker. En die kleermaker die begint ja, maten op te meten. Hè? Want ja, die man die moet dan natuurlijk een pak hebben om in de tropen te gaan wandelen. En dit en dat. In die tijd was dat allemaal anders dan nu. Hè? Nu zou je een t-shirt kopen en een paar shorten en je klaar om te vertrekken. Maar toen was dat allemaal een beetje anders. Uh, Livingstone uh, of, of Stanley liep in de Congo ook rond met een, met een hemd en een das, denk ik. Dus um, wat er eigenlijk gebeurd is, die, is die kleermaker die, die, die staat er van alles op te meten en die zegt: goh, uh, ik zie dat je een hemdmaat, uh, alleen een koolmaat 43 hebt, uh, en die man zegt, nee, nee, ik heb geen 43. Uh, ja, sorry meneer, ik weet, ik weet dat je geen 43 hebt. Ik zeg, meneer, ik ken echt wel goed wat mijn, uh, mijn maat is van mijn hemden, van, van mijn nek omtrek. ik weet dat perfect. Ik heb een 40, uh, ik heb al heel mijn leven een 40, dus uh, ja, sorry, je moet het niet moeilijk doen, geef mij een hemd dat, uh, ja, dat de maat 40 heeft. En dus, uh, wat blijkt nu, uh, dat die, die kleermaker die een antwoord heeft, die zegt, ja maar meneer, als ik dat ga doen, dan ga jij enorme last krijgen, dan ga jij pijn krijgen aan je tanden, dan ga jij pijn krijgen in je nek, dan gaan je ogen beginnen uitpuilen, je gaat de hele tijd kopijn hebben en je oren gaan zuizen. Een beetje een fabeltje, een beetje een legende, een beetje een, uh, alle, probeer een beetje een grappige twiste te vertellen, dat uh, ja, de, de kritische factor, of de kritieke factor moet ik zeggen, van het probleem, die was... Uh, alleen, men, men heeft die eigenlijk niet gevonden in dit verhaal. Uh, die man die is de oorzaak van al zijn problemen, waar hij een hele tijd rondliep met een, een kol van zijn hemd dat veel te hard gespannen was, waardoor dat zijn bloed werd afgesneden en de bloeddruk steeg en weet ik wat allemaal. Dat was de kern van het probleem. En men heeft dan van alle andere dingen gedaan, tanden uitgetrokken en alle dingen die er gebeurd zijn. Maar eigenlijk ging het daar niet om. Het ging gewoon over de maat van zijn hemd, de... ...de nekomtrek die hij had, die in realiteit dus inderdaad een 43 was en geen 40. Ik zeg nu 40 en 43, in de realiteit was het misschien iets anders. Dat is trouwens een Amerikaans foutje, dus het zou wel in inches geweest zijn. Maar je verstaat wat ik hiermee bedoel. De kritische factor of de kritieke factor, ik weet eigenlijk niet wat het is... ...maar dus de kernfactor van wat je moet oplossen... ...dat uh, was in elk geval niet die uittrekken, bij wijze van spreken. En dat brengt mij tot het laatste uh, voorbeeld... Het is weer al een Amerikaans voorbeeld. Uh, ik denk dat dit echt gebeurd is ook. Enfin, dus dat van de dat is niet echt gebeurd denk ik, maar dit is wel echt gebeurd, zoals dat van uh, de survivorship bias. En dat is het verhaal van uh, de, het beeld, of het standbeeld moet ik zeggen, van de Jefferson Memorial. Uh, dus Jefferson, ex-president van Amerika, die heeft een memorial, staat in Washington D.C., District of Columbia. Um, en men had vastgesteld, of hij dus ja, de stadsdiensten hadden vastgesteld dat de, de, de blok of het blok waar dat, dat standbeeld op stond, hè, dus die, ja, die, die steun zal ik maar zeggen, die stenen daar rond enzovoort, dat die stenen er eigenlijk uh, heel erg slecht begonnen uit te zien. Die stenen die werden allemaal, uh, ja die gingen eigenlijk kapot, die begonnen te verpulveren. Die mooie gladde laag die werd aangetast, er kwamen putten in enzovoort, enfin, dat zag er niet meer uit. Dus ze hadden zoiets van, we moeten daar iets gaan aan doen, want anders gaan die stenen straks helemaal verpulveren, dan valt dat standbeeld om enzovoort, dat kunnen we niet hebben, dus hier moet echt ingegrepen worden. En um, daar hebben ze eigenlijk de techniek toegepast die ik jou ook zou willen meegeven en waar dat dus eigenlijk deze podcast ook over gaat. Dat is verder kijken dan op het eerste zicht uh, ja, de, de indruk zou geven dat dat het probleem is. Want dat hebben ze die gedaan. Dus ze hebben gekeken naar die stenen die er kapot gingen en ze hebben de vraag gesteld, oké, okay, wat is de reden dat die stenen kapot gingen? Dat was de eerste vraag die ze stelden. Dus een vaststelling, stenen gaan kapot. En dan de vraag... Waarom gaan die stenen kapot en gaan die veel sneller kapot dan bijvoorbeeld ergens anders, waar die stenen ook uh, gebruikt worden? En dan uh, kwamen ze tot de vaststelling dat die stenen kapot gingen, omdat die werden gekuist regelmatig, heel vaak werden gekuist met een bepaald detergent. Ze hebben dat onderzocht en dat detergent ging. In combinatie met de regen en de, de zuurstof, de lucht, dat vormde eigenlijk een soort zuur, waardoor dat die stenen door dat zuur werden aangetast en dat er dan putjes in kwamen en dat die stenen begonnen te, ja, dat er, de, eigenlijk begonnen te verpulveren, bij wijze van spreken. En dan hebben ze de vraag gesteld, ja, waarom wordt dat zo, worden die stenen zo vaak gekuist? Dus dat is al een stapje verder, hè, van uh, waarom gaan die stenen kapot? Tweede, waarom worden die stenen zo vaak gekuist? Of schoongemaakt, ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, en dan kwamen ze tot de vaststelling dat, uh, dat dat heel vaak gebeurde, daar aan dat monument, omdat er enorm veel vogels op dat monument zaten en dat er heel veel vogeldroppings, uh, vogelpoep, op die uh, stenen vielen. En dat konden ze natuurlijk niet hebben voor het is president, voor dat standbeeld. Ja, dat moest, dat kon daar niet vol uh, vogelpoep, uh, vogelstront liggen. Dus ze moesten dat natuurlijk heel erg regelmatig schoonmaken. En dan zijn ze daar niet gestopt, Want je zou kunnen denken, ja we schieten al die vogels af bij wijze van spreken, maar ze zijn daar niet gestopt. Ja, hoe komt dat, dat er op dit monument zoveel vogels zitten? En dan zijn ze dat beginnen onderzoeken en hebben ze vastgesteld dat er heel veel uh, kleine insectjes uh, naar het, uh, op het licht afkwamen, op de lampen afkwamen, het licht wat uh, de lampen uitstraalden, die uh, de, het monument uh, verlichten. Um, dus dat monument werd verlicht en omdat dat werd verlicht door die lampen kwamen er heel veel insecten op af... En die insecten werden dan opgegeten door die vogels, die vogels kwamen er allemaal op af. En omdat die vogels er waren, was er veel vogelstront en die vogelstront moest veel gekuist worden. Dat gebeurde met dat product wat dan uiteindelijk een soort zuur vormde enzovoort en daardoor gingen die stenen kapot. En wat is eigenlijk de oplossing, wat hebben ze eigenlijk gedaan om dat op te lossen? Dat is uh, de lampen minder lang laten branden. Ze zijn die later beginnen aan zetten en ze zijn die vroeger gaan uitzetten. En ik vind dat een schitterend voorbeeld om verder te denken dan uw neus langs, bij wijze van spreken. Dat is een schitterend voorbeeld van echt ja, veel dieper te gaan graven door eigenlijk een probleem te hebben en dan een vraag te stellen: hoe komt dat? Waarom is dat zo? En dat helpt eigenlijk om voor, voor mij de grootste fout die ik al gemaakt heb bij problemen oplossen, om die te voorkomen. En wat is die grootste fout die ik uh, heel vaak heb gemaakt? Dat is. Uh, ik heb heel vaak symptomen opgelost, in plaats van oorzaken. En door die vragen te stellen, zoals dat aan het Jefferson Memorial werd gesteld, een beetje de, de najuin openpellen en blijven pellen en blijven pellen, totdat je echt de kern van het probleem hebt, door dat te doen, ga je geen symptomen niet meer behandelen, maar ga je oorzaken kunnen behandelen. En één oorzaak kan dikwijls een soort cascade-effect geven naar heel veel lagen van die najuin, naar heel veel symptomen. Dus... Een, uh, ja, een podcast met een paar verhalen in verhaaltjes in. Eigenlijk om u mee te geven dat het belangrijk is om niet de symptomen, maar wel de oorzaken van een probleem te gaan vinden. Door door, door te vragen, door uzelf door te vragen, door, door kritisch te zijn, door wat afstand te nemen, en door dan uiteindelijk die kernoorzaak. Te gaan behandelen. Daar uw energie in te steken. Dat betekent dus ook van u even in te houden dat impulsieve wat ik bijvoorbeeld in mij heb, van dat dus te bedwingen en te zeggen wacht, even recul, even goed gaan kijken wat is hier eigenlijk de kern van het probleem. En als je de kern van het probleem hebt gevonden, dan wordt de oplossing veel gemakkelijker. Ik wens je veel succes. Was dat wat veel om te onthouden? Geen probleem, want via het blogartikel van de podcast kan je alles opnieuw terugvinden. Dit was aflevering nummer 46, dus dat betekent dat je een samenvatting vindt op www.businessduit.be slash 46, en dan bedoel ik zoals altijd het getal. En als je nu zegt van ja, ik wil volgende afleveringen toch zeker niet missen, wel, dan nodig ik je uit om je te abonneren. Dat kan via Spotify of Apple Podcasts, of dat kan ook in beeld via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download. En dat is een download die ja, in de lijn ligt van het onderwerp. Die heet Overtuigend Vernieuwing Brengen. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdead.be slash Overtuigend Vernieuwing Brengen. En dat is allemaal aan elkaar geschreven. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met uit Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.